kleinhandelsgebouw in Sommestijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Striebos en mijn gast is Willem-Jan Kom. Welkom, Willem-Jan. Ja, dankjewel. Je was hier al eerder, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik ben regelmatig hier geweest. Eigenlijk, ja, wat dat betreft, 2 keer per jaar. Twee keer per jaar? Ja. En, omdat? Ja, voorafgaand aan de omloop en na de omloop. Oh, want wat is jouw rol? Mijn rol bij de omloop is voorzitter. En ja, wij organiseren met een leuk team mensen eigenlijk al jaren de omloop van Vlakke. De omloop van Vlakke. Al jaren. Ik heb gehoord 30 jaar. Het is voor de 30ste keer dit jaar. Ongelooflijk. Dat klopt. Ja. Het is dus een jubileumeditie. Alleen dit wordt zelf nog geen 30 jaar. Nee, dat zou niet kunnen. Ik heb een aantal voorgangers gehad die inderdaad het evenement opgezet hebben. En zelf ben ik er volgens mij, ik denk een jaar of 12, 13, misschien wel iets langer nog geleden ingerold. Destijds als vrijwilliger. En het jaar erop eigenlijk in het bestuur. En niet veel later als voorzitter inderdaad de taken en de rol overgenomen. Dat is veel werk. Eigenlijk best wel. Ja. Dus ja, wat is veel werk? Als het leuk is, dan voelt het niet als veel werk. Dat is waar. Maar daar zit natuurlijk wel tijd in, ja, om het goed te doen. Ja. Ja. En je woont op Vlakke? Zeker. Oh, zeker. Heel enthousiast. Geboren en getogen Vlakkeënaar. Juist. In Nieuwe Tongen. In Nieuwe Tongen. Ja. En daar wil je nooit meer weg. Nou, daar zat je niet eruit nog. Nee, je weet niet wat de toekomst brengt. Nee. Maar ik heb niet het idee dat ik daar nog dat ik Nieuwe Tongen ooit ga verlaten. Mooi. Mooi. Ik hou ervan als mensen van hun streek en van hun dorp houden. Ja. Ja. En jij bent dus voorzitter van de omloop. Ik heb gelezen, je moet me echt niet kwalijk nemen, ik weet er niet zoveel van. Ik hoor elk jaar, daar hoor ik erover, maar ik heb het nooit meegemaakt. Nou, bij deze nodig je nog hard uit om dit jaar niet om mee te doen. Te 110 kilometer heb ik gelezen in 24 uur. Dat klopt. Hoe? Wat? Nou ja, dat ik zeg altijd, het is een goede voorbereiding. Goede schoenen, goede kleding. Maar ja, we hebben ook nog steeds mensen die aan de start komen die denken van weet je wat, smiddags, we gaan toch die omloop maar doen weer dit jaar. En die komen in de start en die lopen hem ook gewoon uit. Dus ja, hoe? Ik kan het eigenlijk niet zeggen hoe. Maar mijn idee is wel dat het beste is om je daar goed op voor te bereiden. Ja. Dus dat betekent vroeg genoeg beginnen met een stukje training. Op onze site staat ook een heel schema opgenomen, zoals even hoe dat je moet starten. Okay. Ook met wandeldeskundigen op zo'n manier besproken. En als je het goed wil doen, dan denk ik dat je inderdaad het beste nu al kan gaan beginnen met trainen. En dat is van kortere afstanden naar iets langere afstanden. Maar echt 110 trainen, veel. Dat lukt denk ik niet. Nee. Dus dat betekent als je dan zo'n 40, 50 kilometer kan lopen, dat dat op uithouding gaat. En de rest zal, ja, ik hoor heel vaak de galop karakter. Want dan, ja, als je er maar 50 op zit, die andere 50 valt er wel mee. Ja, en dan nog 10. Die laatste 10. Ja, die laatste 10. Dat zijn de zwaarste loodjes meestal, die laatste, dat klopt. En vertel eens, hoe gaat dat? Je gaat het hele eiland rond? Eigenlijk wel. Het is een rondje rond Vlakke. Dat is, voorheen was het echt helemaal de buitenranden. Tegenwoordig moest ten eerste voor de natuurgebieden rond het eiland en wat opschuiven, dat we niet overal meer langs en doorheen konden. Okay. En daarnaast hebben we wat dorpen erbij betrokken de afgelopen jaren. Zoals? Om, we gaan natuurlijk nu door met Middelharnis, daar starten we. Maar we gaan ook door meerdere plaatsen heen eigenlijk. Waardoor we niet helemaal de buitenronde volgen van het eiland, maar wel inderdaad de plaatsen waar wat leuke dingen georganiseerd kunnen worden. Dus, maar het is nog steeds, de 110 kilometer is eigenlijk wel het rondje Vlakke, ja, dat klopt. En je komt ook op stranden? Zeker. We gaan ook het strand op. En dan ga je dus met je wandelschoenen door het zand? Dan ga je met je wandelschoenen door het zand. Lekker makkelijk lopen. Dat is zwaar, ja. En meestal zit er toch wel 5 tot 10 kilometer strand in. Dus dat is een redelijke zware tocht, ja, wat dat betreft. En wat is de leeftijd van de mensen die meedoen? Heel divers. Dat is echt hoe moet ik het zeggen? We zeggen meestal rond de 18 jaar, dan mag je meelopen zo met 110 zonder toestemming van je ouders. We hebben ook al voor mijn deel een keer van 13 of 14 jaar, waarbij de vader inderdaad liep. En de zoon meeliep met toestemming van de ouders. Oh. En die hebben hem ook allebei uitgelopen.
Daarnaast, voor mij de oudste deelnemer, denk ik die rond de 80 of 81 is geweest. Meen je niet. Misschien wel ouder zelfs. Ja. Dat was een sporter. Nee, een wandelaar. Ongelooflijk. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Nee, maar ik kan nog gaan trainen, want we zijn nog van de vroegstadion. Dus wat dat betreft, ja, lang geen eind augustus. Ik zal erover nadenken. En dat klinkt als van, ik doe het niet. Mag ik dat een andere keer? Andere keer. Binnen 24 uur, dat betekent, wat is de snelste? Wordt er een tijd opgenomen? Ja? Nou, we geven aan, het is geen wedstrijd. Nee. Dat kan ook niet. Nee. We hebben natuurlijk, als je wandelt, dan 24 uur lang. En je loopt 11 kilometer of je loopt 6 kilometer. Ja. Dat scheelt de eerste 3 uren scheelt dat niet zoveel. Nee. Maar de laatste 3 uren scheelt het heel veel. Dat zien we nu al. De eerste is natuurlijk 's middags of 's ochtends komt eerst al binnen. Eind van de ochtend dan heb je de eerste finishes al van de 110. En om 7 uur 's avonds de laatste binnen. Als we het helemaal vrijgeven, zogezegd qua wandelsnelheid, dan betekent dat we al heel vroeg de eerste binnen hebben. Ja. En dan kunnen we dat organisatorisch gewoon niet handelen, om het zo maar te zeggen. Nee. We hebben verschillende posten waar vrijwilligers staan. En bij de eerste posten komt alles en bulk langs, om het zo maar te zeggen. Ja. Binnen een half uur, drie kwartier is de eerste post dicht. En de laatste post die is al, ik weet niet eens hoe lang, maar ik denk al een uurtje of 10, 11 open. Een van de laatste posten. En als we het helemaal vrijgeven, zoals we er een wedstrijdelement van maken, dan zou denk ik die post misschien wel 13 of 14 uur open moeten zijn, of langer. Dus dat is ook de reden dat we er geen wedstrijd van maken. Het is een prestatietocht. En we gaan een prestatie als je maar uitloopt. En zo zien we het ook. Ja. En vallen er veel af? Dat ligt helemaal eigenlijk aan het weer. Ook nog. Ja. Dat is er ook nog, ja. Ja, het ene jaar vallen er veel af en het andere jaar vallen er minder af. Als het heel heet is, kan ik me voorstellen dat mensen afvallen. En als het heel hard regent. Ja. En koud, wind. Je hebt natuurlijk, hebben het nadeel bij de omloop eigenlijk afgelopen jaar ook. We hebben altijd wel een keer een bui. En afgelopen jaar ook was het heel lang heel warm geweest. Dus er waren al allerlei noodscenario's aan bedenken voor de temperatuur. Toen ging het regenen. En het afgelopen omloopweekend, voor afgelopen jaar, is het, ik weet niet of je meegemaakt door Flaké, is het redelijk noodweer geweest. En hoe moet ik het zeggen, onweer, heel veel regen, koud. Ach. Dus dit jaar hebben we eigenlijk ook besloten, toen op het laatste moment, we hebben ook met Ed Aldus, zo gezegd, van Rijnmond, die hebben nauw in contact gestaan. En toen ook besloten om eigenlijk op het laatste moment, omdat het strand er ook uit te halen en afgelopen jaar de route ook aangepast. En dat hebben we echt, volgens mij om 7:30 heb ik dan besloten dat we het zo gingen doen. Ook naarmate het weer wat er aankwam, wat ze opgaven, zo gezegd. Ja. Dus afgelopen jaar was echt wel een monstertocht. En dan hoorde je ook inderdaad veel oud-lopers over, of in ieder geval lopers die hem al meerdere jaren gelopen hebben, dat het wel een hele zware omloop was afgelopen jaar. En dan heb je inderdaad veel meer uitvallers. Ja. Kijk, want er komen altijd mensen naar de start toe die denken, joh, mooi weer. En bij de start staan ze met een korte broek. En geen rugtas en geen bagage mee. En ze lopen 's nachts door? Ja, tuurlijk. En dan gaan ze in een korte broek? Ja. In Nederland? Ja, nou op zich, de weken daarvoor was het wel gegaan, denk ik. Dat had wel gelukt. Maar kijk, als je dan een keer nat regent en je hebt geen schone kleding bij je en geen schone schoenen bij je, dan heb je een grote kans op onderkoeling. Ja. Doe en maar, onderkoeling? Ja, zeker, ja. Oké. En dan hebben jullie artsen, verpleegkundigen... Nou, sowieso inderdaad hebben we langs heel de route, inderdaad Rode Kruis, EHBO, die bij alle posten aanwezig zijn. Ja. Tenminste niet alle, maar heel veel posten aanwezig zijn. In het begin is dat wat minder en later wordt dat wat drukker, de posten qua aanwezigheid. We hebben een aantal hoofdposten, grote posten, waar massage en EHBO verzorging is. Maar ja, afgelopen jaar moesten we dat dus 's ochtends om voor mij 5:30 of 6:30 heb ik een ander ploeg van EWJ bed gebeld. Zo, joh, voor mij moeten jullie komen, want het wordt een beetje druk overal. Zo. En dan, dan moet je opschalen. Ja. En, wat een organisatie. Als je alles meeneemt, ja, dan wel. Zo. Ja. Ja, en hoeveel vrijwilligers heb je daarbij? We hebben sowieso het hele jaar door waar we mee organiseren. Doen we met een man of 7. Ja. Denk ik ongeveer, die het hele jaar wel betrokken zijn bij de omloop. Een aantal die inderdaad gewoon iedere vergadering actief aanwezig zijn. Maar ook mensen die bijvoorbeeld een stukje social media oppakken. Mensen die start enveloppen en dat soort zaken inpakken. En dat moet ook allemaal gebeuren. Ja.
We zijn het hele jaar wel actief met de omloop. En dan net de weken voor de omloop wordt het aantal een beetje opgeschroefd, zoals gezegd, met zaken klaarzetten, zoals materieel klaarzetten en al dat soort dingen. En ik denk met de omloop zelf dat je toch wel praat over een 200-300 vrijwilligers minimaal. Zo. Die, en die in die 24 uur, zogezegd, actief zijn. En zijn die makkelijk te krijgen? Ik denk net als bij ieder hoe moet ik het zeggen, evenement, vereniging, stichting die wat doet, is het minder makkelijk dan jaren geleden. Alleen, ja. Het lukt nog wel steeds, gelukkig. En hoe zou dat komen? Dat het minder makkelijk is? Ja. Ik denk hoe dat komt, weet ik niet. Ik denk dat het ook een stukje, misschien een stukje mentaliteit is. Het is ook een stukje, hoe moet ik het zeggen, druk. Ja. Ik heb zelf ook 2 kinderen en dan moeten ze naar de voetbal op zaterdag. Ze moeten dit, ze moeten dat en ze moeten daarheen. Ja. Papa, mama werken minimaal een aantal dagen in de week. Dat is waar. En dan is het wel eens lastig om het weekend ook nog dit soort activiteiten te vind het ook fijn om wel eens thuis te zijn. Ja. Nou, als vrijwilliger ook. En ik denk dat dat een verschil is met vroeger. En je ziet ook inderdaad dat heel veel vrijwilligers toch wel de oudere garde zijn en die weer blij zijn dat de omloop komt. En enkeling heb je jonge aanwas en daar merk je echt aan van nou, dat zijn echt enthousiaste mensen. Leuk. En je ziet ook vaak, zulke mensen kom je en bij dit evenement en bij dat evenement en bij dat evenement tegen. Maar dan zie je op een school, bij kinderen zie je dat. Er zijn een aantal ouders die altijd kunnen. Ja. Er zijn een aantal ouders die nooit kunnen. Je hebt altijd iets anders. Klopt. En dat krijg je steeds vaker, denk ik. Niet alleen bij een omloop, maar ook bij, denk ook bij andere evenementen. Ja. Maar jullie gaan natuurlijk wel door. Dit jaar ga ik. Ik zeg jullie, maar jij gaat stoppen. Ik ga stoppen, ja. Ja. Is er al een ander op het oog? Nee, het zou leuk zijn. Ik heb een oproep gedaan voor hem een aantal weken geleden. Dus ook bij de presentatieavond. Ik heb het jaren gedaan. En ik zou best dan wel linksom, rechtsom betrokken willen blijven bij de omloop. Ja. Maar in ieder geval, de rol van voorzitter ga ik na dit jaar neerleggen. Ja. En het zou mooi zijn als daar jonge of oude aanwas, maakt mij niet uit. Maar in ieder geval ervoor komt die dat enthousiast wil oppakken. Ja. Ik wil ook aangeven, zullen we graag betrokken willen blijven sowieso bij de omloop. Maar en misschien een andere hoedanigheid. We zijn ook bezig met wat randprogrammering steeds meer op te zetten. Mm-hmm. Dat het echt we kennen allemaal de Vierdaagse. Ik zou het leuk vinden als de omloop van en voor Flaké blijft. En dat iedereen weet van nou, dat is nou een gezellig weekend. Yeah. Op Flaké en ook de omliggende dorpen, regio's. Of tot waartoe denken van in dat weekend moeten wij op Flaké zijn. Want dan is er van alles gaande. En misschien dat ik dat wel inderdaad, dat ik daar energie van ga krijgen. Of, Enthousiast. Pakken. Enthousiast genoeg. Ja. Ja. Maar... Als je zegt, sorry, ja. Ja, als voorzitter inderdaad wil ik dit jaar een stokje overdragen. Ja, ja. Nou dan, ik hoop dat mensen dit zien en dat iemand zegt van, nou, dat is wat voor mij. Nou kijk, ik zoek eigenlijk iemand die een hekel heeft aan, denk van dat wandelen, dat ga ik echt niet doen. Dus, die heb ik toevallig eentje gehoord vanavond, dus ik zal daar zo even mee in gesprek gaan. Oké. Je haalt geld binnen voor een goed doel. Ja. Is dat altijd hetzelfde doel of zijn dat steeds andere doelen? En hoe bepaal je een doel? Dat zijn wel heel veel vragen in één keer. Maar ik zal het proberen ze van tevoren van aan te zullen bij het bepalen van het doel beginnen. Ja. Ik vind altijd, gelukkig hebben we binnen de club een aantal mensen zitten die heel erg begaan zijn met goede doelen. Ik heb zelf, ik doe meer activiteiten ook om geld op te halen, zoals even voor goede doelen. En ja, ik vind dat heel lastig. Kijk, als je zegt kinderen en kanker, ja klinkt lullig, maar dat is aaibaar, dat is tastbaar en dat levert altijd geld op. Ja. Maar ook alle goede doelen, andere goede doelen. Het is vaak zoals je er zelf mee te maken hebt, of in de nabijheid, of in de familie, of waar ik het mee te maken gehad heb, is het doel goed. Ja. Dus ik denk, ja, los van die 20% goede doelen die misschien bij bestuurders en dat soort zaken met de centen ervan doorgaan, denk ik dat 80% van alle goede doelen in Nederland goed zijn. En misschien is het een beperking waar ik niet durf te kiezen, wat nog een echt goed doel is. Maar voor mij maakt het nooit zoveel uit wat het goede doel is. Nee. Ik denk altijd, dat ik vandaag hier aan de deur klop en die heeft toevallig gisteren een kind of een kleinkind of iets meegemaakt die daarbij betrokken was, is het goed. We hebben een keer ook ALS gehad, dat soort zaken, de spierziekte. Ik was er zelf niet direct op de hoogte. En toen dacht ik ook, toen dat doen. Nou ja, dat zal wel. Ik heb er eigenlijk niet echt wel van gehoord. Een hele erge ziekte.
Maar als je dan inderdaad ermee bezig gaat en je spreekt die, je spreekt die, je spreekt die, dan denk ik, nou, inderdaad. Mm-hmm. Het is best nog wel heftig en ook op het eiland spreekt het aan. Ja. En denk ik dat met een goed doel wel moet kijken, van wat spreekt aan, mm-hmm. ben ik altijd van. Dus hoe selecteer je dat? Nou ja, gelukkig hebben een aantal mensen die daar wel een voorkeur in hebben. En dan ga je dat bespreken, maar meestal denk ik van, nou ja, als jullie het allemaal dat een goed doel vinden, vind ik het ook een goed doel. Okay. Ja, ik heb zelf altijd wel wat, sowieso met kinderen, ook met goede doelen. Dus dat betekent dat we aan het afgelopen jaren het Sophia als... Oh, mooi. Hoe moet ik dat zeggen, een partner, of in ieder geval als goed doel, geselecteerd hebben. Dus we hebben inderdaad Sophia. Vrienden van Sophia en dan wel jaarlijks eigenlijk een, ja, hoe moet ik het zeggen, aparte afdeling voor de Sophia of in ieder geval een project wat de Sophia doet. Speciaal. Kijk, zijn we altijd zo, wat moet je als goed doel bij elkaar, als goed doel of geld, als gift, vind ik altijd dat je moet kijken naar iets wat wel nodig is, of in een ziekenhuis of in een andere situatie, maar waar geen ziekenfonds of andere fondsen voor zijn. Mooi. Het moet extra zijn. Ja. En nuttig. Ja. En dat is eigenlijk ieder jaar wel te realiseren, tot nu toe. Dat is mooi. En hoeveel halen jullie gemiddeld op dan? De afgelopen jaar was het volgens mij ruim 30.000 euro. Zo. Wat we aan Sophia gegeven hebben. Voor mij 34, ik zou dat is mooi. Maar daarnaast doen we dat ook nog. Want wat de scholen bij elkaar lopen, de lagere scholen natuurlijk, de kinderen omlopen. Ja, ja. Daar lopen de lagere scholen. En wat die scholen bij elkaar, de helft van het geld wat ze ophalen, gaat terug naar de school. Als een school 500 euro ophaalt, is er 250 euro van dat geld is eigenlijk voor de school. Ja. En het andere deel is bijdragen voor het goede doel. Dus wat dat betreft is er denk ik nog meer opgehaald dan hetgeen wat we uitgekeerd hebben. Tja, wat mooi. En hoeveel mensen doen er mee? Buiten die kinderomloop dan? Nou, kinderomloop, als we alles meetellen, want we hebben natuurlijk verschillende afstanden. We hebben 110 kilometer, 80 kilometer. Een officiële Kennedy Mars is dat ook. Gewoon zijn we geregistreerd als Kennedy Mars. We hebben de 55 kilometer, de halve omloop eigenlijk. En dan op zaterdag hebben we nog een 30 kilometer. En nou, daar wil ik nog wel voor trainen. Nou, daarom dacht ik zal even... de kinderlopers 5 en 15. En eventueel volwassenen is ook de 15 kilometer mogelijk op zaterdag. Maar als we alle afstanden zo meenemen, alle dingen meenemen, dan zitten we, ja, ik denk rond de 1000 deelnemers, ruim 1000 deelnemers. Zo. En dat is ook een beetje afhankelijk. Kijk, Flaké, vroeger schreven ze heel vroeg in. En tegenwoordig is het heel veel de laatste dag. Ze kijken nog even op buienradar. Ja. Wat wordt het de komende 24 uur? Doen we wel of doen we niet mee? Het zijn alleen Flakéenaars die meedoen? Nee, zeker niet. Nee. De mensen, nee. We hebben Amerikanen, Zwitsers. Nee. Er komt zelfs een dame die loopt al een aantal jaren mee. Op de teenslippers. 110 kilometer op teenslippers. Dit is heel en die komt voor mij uit Brazilië. Echt? Ja. En die heeft hier een huis. Of, en die woont eigenlijk voor mij in Brazilië. En die heeft hier een woning. En ze plant altijd dat ze rond die tijd. En dan gaat ze in Nederland de teenslippers, is. En dan gaat ze op de teenslippers 110 kilometer lopen. Dit is ongelooflijk. Wat prachtig. Ja, zeker. Die wil ik ook hier hebben. Dat kan. Of spreekt ze geen Nederlands? Ja, zeker. Nou, geweldig. Geweldig. Dan moet je inplannen rond de omloop. Ik weet niet wanneer ze hier is, maar ik heb zeker wel de contactgegevens van haar. Dat is leuk. Dat is leuk. Ik kan vragen of dat ze ruimte heeft om hier aan te zitten. Tenminste, en hoe komt ze? Je weet, nee, dat ga ik aan haar vragen. Hoe komt ze hier? Ja, dat is met vliegtuig, denk ik. Maar hoe komt ze hier op het eiland? Nee, dat zou je denken aan haar, inderdaad. Ja, dat is dan inderdaad het laatste stukje met de auto. Want het vliegtuig landt hier niet. Maar nee, hoe dat ze op het eiland komt, hoe dat ze binnen op het eiland, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik kan zeker vragen of dat ze tijd en gelegenheid heeft om bij jou aan tafel te zitten. Nou, leuk. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Hey, en jouw enthousiasme, waar komt dat vandaan? Ben je een sportman? Ben je een wandelaar? Nee, eigenlijk niet. Dus dat is misschien ook wel de reden dat ik denk van, joh, ik ga het organiseren. Want heel veel mensen vragen, jij moet ook lopen. En dan zeg ik altijd, ja, sorry, ik heb gewoon geen tijd. Nee. Ik moet allerlei andere dingen doen. Ja. Dat is wel aan de hand, dus wil ik ook kunnen zijn. Ik heb gewoon geen tijd gemaakt. En ik vind het leuk om, hoe moet ik het zeggen, ja, als voorzitter is het dan geluk. Als het goed gaat, heb ik het gelukkig tijdens om, heb ik het helemaal niet druk. Nee. Daar hou ik van. Ja. Als ik het niet druk heb, betekent dat alles goed gaat. Ja.
En het liefst doe ik dan inderdaad een rondje rond de vrijwilligers. En in ieder geval iedereen, ja bedanken keuze niet allemaal één op één. Maar in ieder geval wel laten zien van, joh, fijn dat jullie erbij zijn. En joh, is er wat, hoor je het vaak in het veld, dat je kunt verbeteren. Dus dat is eigenlijk een van de redenen dat ik toch wel blij ben dat ik organiseer, dat ik niet kan lopen. Hoe wil ik er verder enthousiast van? Ik weet het niet. Ik vind omloop is gewoon een heel mooi evenement. Ja. En ja, een van de grotere evenementen op het eiland. Ja. Ik heb altijd geroepen, het is iets van en voor het eiland. En daar moet ik bij blijven. Ja. Met heel veel evenementen en dingen die georganiseerd werden in het verleden. Daar zie je dat het afneemt qua bezoekers, afneemt qua enthousiasme. En misschien komt dat terug behalve waar we het net over hadden. Behalve in de plaats dat... Wat Sam van der Wellen doet. Dat is heel druk bezocht. Ja, ik weet iemand die... Die doet een paar dagen met allemaal muziek, cabaret en... Oké. Ja, het was gewoon heel goed Maar er zijn een aantal elementen die heel druk bezocht zijn, maar er is ook Oetgendag nog eens plaats gehad, waar ook een aantal jaren stil ontstaan heeft. En gelukkig hebben we niet meer leven ingeblazen is. Ja. Maar dan zie je met de Havendag afgelopen jaren inderdaad dat het toch inderdaad op het laatste moment wel doorging, maar ook wat discussie was. We hebben een Grand Prix in Milanus gehad, wat inderdaad niet meer is. En ik denk, noem maar op, zo zijn er nog veel meer evenementen en dingen te verzinnen op het eiland. Die, hoe moet ik dat zeggen, als niet commercieel uitgebaat worden, om het zo... Als je het commercieel doet, gaat, misschien is het even een andere wending, maar gewoon vrijwillig uitgebaat worden qua evenement en qua organisatie. Ja. En daar zie je toch steeds van dat die verdwijnen. En ik vind zoiets, en dat is een omloop ook. Het is van en voor Flaké. Ja. En dan moet je proberen het behouden. Nou, Radio Rijnmond, doet die ook verslag? Of? Jazeker. En Slogo doet verslag? Jazeker. Ja. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Maar ja, vorig jaar hebben we inderdaad Rijnmond, RTV Rijnmond is geweest. En toen hadden ze live tweets. En toen begreep ik weet niet, het ging ook in de wandelgangen dat ik begreep. Maar dat we sneller en meer likes of views hadden dan dat de live wedstrijd van Feyenoord had toen s'avonds met het weer. Dus dat was wel leuk, op zich wel leuk om te horen. Heel erg leuk. Omstandigheden waren niet zo prettig waarin het gebeurde, daarom maar die het was likes wel leuk natuurlijk om te horen. En denk van, nou, dan wordt het toch wel goed bekeken. Wat leuk. Ja, helemaal fijn. Ja, ik vind je enthousiasme geweldig en ik vind het ook een heel mooi verhaal. Maar we zijn al door onze tijd heen. Ja, nou ja, ja. En ik wil alleen nog even weten, wanneer is het dit jaar? Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Het laatste weekend van augustus. En volgens mij is dat 30 en 31 augustus. Ja. Maar de laatste vrijdag en zaterdag van augustus in ieder geval. Oké. En iedereen die kijkt, die wil nu meedoen. Dat snap je. Ja, ik zie jouw enthousiasme, dus de rest dat ook heeft. Ja. Waar kan ik me opgeven? Nou, zo bij onze website is het makkelijkste. Dat is www.omloop.com of www.dewandeltocht.nl. Uh-huh. Daar kun je inderdaad inschrijven en je aanmelden voor zowel deelname als ook voor sponsoring, om zo maar te zeggen. Je krijgt gelijk een account dat je de link kan delen met alle vrienden en bekenden. En dat blijkt heel goed te werken. Mooi. Digitaal, dus je kan, ik weet niet wat je kan sturen, maar een link naar al je bekenden sturen als je ingeschreven bent. Als je dat wil en aan deel wil nemen. En dat is wat dat betreft een kleine moeite. Ja. En een groot gebaar voor Sophia. Dus daar kun je naartoe en daar kun je alle informatie sowieso vinden. En inschrijven voor de editie van dit jaar. En als een mevrouw op teenslippers kan meedoen, dan kan iedereen meedoen. Dat ongeacht van de leeftijd, volgens mij, dan mooi kun je goede schoenen altijd meedoen. Dus teenslippers is niet aan te raden. Nou ja, ik heb het zelf niet geprobeerd, dus ik kan het ook niet afraden. Ik vind het werkelijk een prachtverhaal. Ja. Ja. Hey, ik bedank je. Ik vond het zeer inspirerend. Graag gedaan. Dank je wel. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten? Of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflaké.nl. Tot volgende week.